Ik wil je even meevoeren in alweer de vierde samenwerking die Toneel op Amsterdam samen met Toneelhuis opzet. We hebben toch hele mooie voorstellingen samengemaakt. En nu voor onze vierde samenwerking heb ik gekozen voor een auteur die mij heel dierbaar is. En dat is Louis Couperus. Louis Couperus is een heel belangrijk Nederlands auteur. En belangrijk omdat zijn werk, ondanks de mythevorming die er rond is, of de vooroordelen die er rond zijn, voor mij van een heel grote existentiële noodzaak getuigt. En van een persoonlijke noodzaak. Voor Louis Couperus is schrijven werkelijk leven. Hij schrijft met alles wat hij ervaren heeft, met zijn frustraties en zijn verlangens, zijn utopieën en zijn verloren paradijzen. In een prachtige, vaak heel poëtische, maar ook diepzinnig psychologische taal en analyse van personages. Vorig jaar maakten we een eerste boekbewerking van Louis Couperus. Dat was De Stille Kracht. En daarin laat hij visionair zien hoe twee culturen, de Nederlandse Calvinistische cultuur en de cultuur van Nederlands-Indië, het is natuurlijk ook een verhaal van de kolonie van Nederland, maar hoe dat die twee culturen onmogelijk tot nader tot elkaar kunnen komen. En ik noem het visionair, omdat we in de 21ste eeuw, meer dan een eeuw later, met dezelfde problemen nog steeds opgezadeld zitten. En hij doet dat niets verbloemend, to the point. En pikkelhard is hij in zijn analyse van hoe dat de Nederlandse kolonisator zich misdraagt, vanuit goede bedoelingen, maar misdraagt in de eigen kolonie. En dit jaar hebben we gekozen om voor de tweede boekbewerking van Couperus, voor een prachtig werk van hem, dat in zijn volle titel heet Van oude mensen en de dingen die voorbij gaan. In onze bewerking heet het, de dingen die voorbij gaan. En in de dingen die voorbij gaan worden we geconfronteerd met een snoeiharde dissectie van de familie. De familie is bij Couperus helemaal geen warm nest en is helemaal niet meer de samenlevingsvorm voor de toekomst. Mama! Mama! Papa! In de familie kunnen echte gevoelens niet geuit worden, kunnen echte gevoelens en echte verlangens niet beleefd worden. Die worden allemaal binnengehouden. En zelfs een oeroude schuld, een oeroude moord die op een gruwelijke manier gebeurd is, die geleidelijk aan boven water komt, die wordt verdoezeld en die wordt verborgen. En de schuldgevoelens daar rond, die worden eigenlijk van zich afgeschoven. Het heeft bijna niet bestaan, terwijl het die elephant in the room is. Het is levensgroot aanwezig. Ik weet niet, maar ik voel dat een geheim u drukt. Om wat? Om iets dat gebeurd is. Er is niets gebeurd. Laat me alleen. Verwacht echter niet dat wij het Den Haag van de 19e eeuw, van het einde 19e, 20e eeuw op de scène brengen. Geen ruisende jurken, maar een hedendaagse voorstelling die in de scenografie van Jan Verswijfeld een wachtkamer is voor de dood. Een wachtkamer is van mensen die wel leven, maar die eigenlijk al levende doden zijn geworden. Ik hoop nooit oud te worden. Je geheugen wordt dof, je emotie verstomt, je talent verslapt onder het gewicht van het verleden dat je meesleept. Het wordt een soort grote koorzang met een groot ensemble van acteurs en in die zwanenzang die deze voorstelling moet worden.